Op zondag 5 mei speelde Vitesse in Waalwijk tegen RKC. In een spectaculaire wedstrijd verloren de Arnhemmers verrassend met 3-2. De tweede plaats is hiermee definitief uit zicht. Doordat ook FC Twente punten verspeelde, is Vitesse wel zeker van de vierde plaats en dus Europees voetbal. Wat verwacht je van deze wedstrijd vanmiddag? Het wordt geen makkie, denk ik. Maar ik hoop op een 0-3. Gewoon 3 keer boni. En dat we gewoon hier weglopen met 3 punten. Europa ingaan. Ik denk 0-3. 0-3, dat is heel optimistisch. En zit de tweede plaats er ook nog in? Feyenoord gaat verliezen. PSV gaat verliezen. Wij gaan aan de tweede plek. Dat Vitesse zou winnen. En ruim winnen of heel moeilijk? Ruim. We moeten winnen, klaar. Moeten. Ja, moeten is niet hetzelfde als ook doen, hè? Nee, we gaan het ook doen. Oké. En verwacht je een zware wedstrijd spannend of kunnen ze ruim toeslaan? Als je gewoon goed blijft voetballen, niks aan de hand. Dan pakken ze maar 3-0 in. Dat zou fantastisch zijn. Zit de tweede plaats er ook nog in? Moeten we daar nog aan denken? Ik denk het niet. Ik denk de concurrentie die laat geen punten meer liggen. Nou, ik hoop dat Vitesse gaat winnen natuurlijk, hè? Ja, je hoopt het, maar verwacht je het ook? Ja, ik verwacht het wel. Vanmiddag gaan we dik winnen. Ik denk 0-4. En ik hoop dat Feyenoord puntjes laat liggen. En dan kunnen we het aankomende zondag afmaken. Fred Rutte, je moet hier met toch een beetje kater staan. Gezien vooral de eerste helft die hier vanmiddag op de mat is gelegd. Ja, ik sta hier. En nu is het alweer even wat verder weg. Maar ik sta hier niet met een prettig gevoel. Nee. Ondanks dat we Europees voetbal... veilig is gesteld. Gefeliciteerd daarmee. Ja, maar ik bedoel, ik kan heel moeilijk die felicitaties nu aannemen. Omdat namelijk de teleurstelling van de manier waarop wij vandaag de wedstrijd hebben verloren. Ja, dat is niet een waardig slot van dit seizoen ten aanzien van wat de potenties zijn van deze club. Ja, want hoe kan dat nou dat er zo'n start wordt gemaakt? Hè? Het viel mij trouwens ook op dat Carlos liep in het begin op links. Was dat bewust dat er een iets ander systeem gespeeld werd? Met Van Aanholt wat meer doorgeschoven? Nou, Patrick zou aanvallend moeten spelen, ja. En, kijk, we hadden twee scenario's. En die twee scenario's, die wisten de spelers van als zij op die manier spelen en op die manier spelen. Ja goed, en dan krijgen we die goal tegen, maar dat heeft daar niks mee te maken. Want nee, dat geloof ik ook. Daar gingen we wel zo slappen in het duel. Ja, je zag vanaf minuut 1 en dat is dan toch raar dat RKC gewoon veel feller was. Ja, als je ziet, maar het begint ook met balbezit. Als je ziet dan hoe makkelijk wij dan zeg maar, in de eerste fase van de wedstrijd ons laten aftroeven. Hè? Zij ons de bal kunnen afpakken. Ja, dat is niet mijn manier van voetballen. Ik kan het me voorstellen. Volgende week VVV. Voor VVV staat niks meer op het spel. Voor Vitesse ook niet. Ik denk toch dat Vitesse daar een leuke wedstrijd van gaat maken. Voor eigen publiek nog. Ik vind ook. Wij kunnen niet verkopen naar onze fans. En onze supporters. Want die zijn toch vandaag teleurgesteld, denk ik. Omdat je namelijk ziet dat Rotterdam Feyenoord verliest. Ja, dan was alles nog mogelijk geweest. En dan overheerst eerst de teleurstelling. Andere kant. Ja, we hebben het stadion vol gekregen, bijna, hè, met 20.000 mensen lopen het seizoen. Ja, dat is ook iets moois. En een wedstrijd voor het einde, of twee wedstrijden voor het einde, mee kunnen doen om een plaats hier recht te geven op een Champions League ticket. En dat het dan niet gelukt is, ja, dan is dat wel... zit heel erg dicht bij zuur. Kan de conclusie zijn, op zich toch een goed seizoen? Maar hier en daar zal er toch nog wat versterking nodig zijn om echt in de top mee te kunnen. Als wij echt willen vechten om plaats om Champions League, dan hebben wij minimaal, denk ik, in kwaliteit 2-3 spelers nodig.